Ik heb al zoveel uitgepakt. We hebben een cadeautje gekregen. Ja, maar dan sta ik erop. Het is een mama-vlog, oh. Ik ben een papa. Jij mag ook in de vlog. We hebben ook een cadeautje van San en Roy gekregen trouwens. Maar dat kon ik net niet laten zien, want ik was aan het streamen. Dit hadden we gekregen, voordat Nicky het uitgepakt heeft. Op het kaartje staat: lieve Nicky en Mattia, geniet vooral van deze periode. Het is jullie gegund. Allemaal papier. Oh nee, super schattig. Een pakje. Een pakje. Maar en wat is dit? Dit is een... Een muts. Nee. Een hoofdband. Nee, dit is gewoon een lekker doekje. Oh, lekker op een hoofdband. Ik had een hoofdband kunnen zijn. Dat is wel een muts. Jij met een muts. Dat wil ik ook zeggen over jou, netjes. Wat leuk, wat voor merk is dit? Little Dutch. Oh ja. Oh, ja. Jezus, wat schattig zeg. Jezus heeft hier niks mee te maken. Jemig. En wat is dit? Dit is een handdoek. Dit is een doek met een mutsje. Hé, handen. Oh nee. Ja, daar kan dan het hoofdje in. Mooi hè? Oh, dit vind ik zo mooi. Oh, ik doe zelf even appen. Ja, doe zelf maar even appen, hè? Ja. Ik wou zeggen, zeg maar tegen Luno bedankt, maar ik app zelf. Ik had al van tevoren bedankt. Oh. Ik had alvast... Hij is nog niet open, maar ik wil je vast bedanken voor het leuke cadeau. Oh, echt heel schattig. En dat mutsje ook met die rit. En dit dan, hè? Geen flauw idee wat het is. Ja, ninja in opleiding. Ninja gooi. Ninja sterren. Let op, hè? Nu doet het niet zoveel pijn, dus kan hij of zij oefenen. Maar, ja, noem het wel eens, hè, over 10 jaar kun je inruilen van ijzeren. Denk het niet. We hebben onze eigen ninja als beschermer. Nou ja, oké. Nou. Dat kan gewoon, hè? Ja. Nagini, wat vind jij ervan dat je een menselijk broertje of zusje krijgt? Wat vind jij ervan, kleine drolly? Nee, ze vindt het niet leuk, zie je dat? Ze wil de aandacht niet delen. Zeg het dan, kleine poepie. Ah, met rust. Oké, we hebben dus de babykamer. Nog helemaal, ja, daar kunnen we nog geen spullen neerzetten. Maar we krijgen echt super veel spullen van heel veel mensen. Ik vind het een beetje beschamend om dit te laten zien. Maar hier heb ik dus al 12 weken lang allemaal zooi staan. Alle baby dingen die we gekregen hebben. En ik dacht, laat even zien wat ik allemaal al gekregen heb. Want ik ben zo verwend. Nou, eigenlijk de baby. Maar laat ik het even erbij pakken. Nou, laat ik even zien wat we allemaal al gekregen hebben. Ja, jullie hebben dat doosje net gezien aan het begin van de vlog. En dan hebben we deze olifant gekregen van Sjoerd en Milou samen met dit rompertje. Die olifant hadden ze uitgekozen. Had Sjoerd uitgekozen omdat hij het meest op Nicky leek van alle dingetjes. Hoe schattig is dit rompertje ook met die egeltjes. Heel schattig. Helemaal herfstvibes krijg ik hiervan. Nou, dan had ik van mijn tante een hele fijne doek of laken gekregen. Kun je lekker over de... wieg leggen, of hoe zeg je dat, die kinderwagen als je naar buiten gaat of op de grond ergens. Heel schattig ook met die konijntjes. En dan had ik van mijn ouders dit hele schattige nijntje pakje gekregen. Hoe cute is die ook. Echt een mini dingetje nog, hè. Schattig toch. En van Roy en Sanne hadden we dit gekregen. Heel pakket. Allemaal dingen voor baby's, billendoekjes en die mijlpaalkaarten van 1 dag oud, 1 week oud, omrollen. Nou, er zat ook nog een gewoon een basic rompertje bij, heel schattig. Heerlijk doekje, slabbertje met rammelaar eraan. En dan Sensitive Skin baby shampoo, Sensitive Skin baby body cream en nog voor mijn buik. Heerlijk. En dat ruikt ook helemaal naar Zwitserland. Echt zo lekker. Nou, ik ben al helemaal verwend door iedereen. Zo lief. Ik had helemaal niet door dat mensen aan mij ook dingen gingen geven.
Nu al, voor de baby er is. Ik had vanochtend mooi gevlogd over hoe misselijk iedere keer was. En dat heb ik per ongeluk verwijderd. Maar ik ben nu onderweg naar Puk. Een uurtje in de auto gezeten en ik dacht, het is even leuk om te laten weten. Nou, is helemaal niet leuk eigenlijk. Even kijken, start. Ik moet even betalen. Mijn kenteken invoeren. Oké, volgens mij had ik echt een totaal niet samenhangend verhaal net. Maar het is een uurtje rijden naar Puk. En ik ga het nou vertellen aan Puk. Ik ben benieuwd hoe ze reageert. Maar in de auto, ik was misselijk joh. En kokhalzen. Ik heb denk ik wel 3 keer moeten kokhalzen. Om zeggen zo'n aanval krijgen. Verschrikkelijk. Ik ben nog steeds misselijk. Ik hoop dat het wegtrekt. Anders kan ik niet eens fatsoenlijk praten met Puk zo. Maar goed, we gaan erheen. En ik hoop dat ik de reactie kan filmen. Het zou wel grappig zijn. Ik laat jullie het weten. Ik heb al. Rico moet ook even zitten. Oké. Ja, Rico Shoko. Oké. Dit is de foto. Ik ben benieuwd. Ja, ik mis haar! Oh, oh my god! Ik wil even knuffelen. Gefeliciteerd! Oh my god, hoe mis jij dat? Gefeliciteerd! Jij wilde het ook met mij afspreken? Was het maar een kopje? Ja, daar kapte ik hem, de video kapte daar af. Maar het was natuurlijk een superleuke reactie. Puk en Rico Shoko waren heel blij voor ons. Ja, wel echt superleuk. ze zag het al een beetje aankomen, Puk. Want ik wilde per se afspreken. Ja, ik dacht misschien heeft ze het wel door. Nou, blijkbaar dus wel. Maar ja, wel echt superleuk. En sowieso ook fijn. Ik heb Puk echt al een half jaar niet gezien of zo. Dus dat is sowieso leuk. We hebben even lekker geluncht en... heel veel gekletst. Toen ben ik weer naar huis gegaan. Naar mijn vader. En daar had ik ook nog een clipje van. Dus daar gaan we nu mee verder. Papa gaat opzoeken of sporten goed is voor een zwangere vrouw. Je hoeft er niet zwangere vrouwen bij te zetten trouwens hoor. Want mannen zijn niet zwanger. Oh, nee. Nou, kom die aan, hè? Nou, is sporten goed voor een zwangere vrouw? Wat zegt hij? De gezelligste outdoor sporten. Dit is reclame, klinkt het. Flap, 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 bla, bla, bla. Bootcamp, ja. Normaal zeg ik bij twijfels niet doen. In dit geval bij twijfels zeker doen. Ik was de grootste onsportieve en beste bankhanger die je kent. Lieve lui dan moe, is mijn op het lijf geschreven. Sporten en ook nog eens in de buitenlucht. Hell no. Totdat een collega van mij op een... Ik wil weten of het... Je moet het gewoon even bij Google intypen. Wat nou? Dan moet je nou weer even zoeken. Wij krijgen nog de kans om iets uit te zoeken, want dan zitten jullie al met tussen. Ja, je bent zo traag. Hier dan aanblijven. Je bent zo traag, joh. Ja. Zwanger, bijna zwanger. 17 tips met de mast. Sporten tijdens je zwangerschap brengt geen risico's mee voor moeder of kind. Mits er sprake is van een gezond verlopende zwangerschap. Bij regelmatig kracht- en cardio-trainingen kunnen veel zwangerschapsschwalen worden voorkomen. Zoals vermoeidheid, zwangerschap, diabetes en hoge bloeddruk. Nou, dat dus, heb ik allemaal niet, hè? Dus ik zou zeggen, sporten op een normale manier. Geen topsport. Nee, maar dat deed ik al niet, hè? En niet te veel met je buik belasten. Nee. Je kind wil slapen. Ja. Oké, dus ik mag sporten. Mag tennissen.